Hallo, ik ga zo de korte vorm van Cheng Manqing doen. Cheng Manqing was een leraar, Tai Chi leraar, die de Tai Chi vorm naar het westen heeft gebracht, de Yang-stijl om precies te zijn, en ook een kortere vorm heeft gemaakt. Dus je gewicht zat al in links, die hou je in links en je zinkt in links. Ontspan je bekken erbij, dat die vanzelf al wat draait. En rechterhand draait naar beneden. Draai uit. De linkerhand zakt voor de linkerschouder. Stel je maar voor dat je hier met je rechterhand iemand vastpakt. Als ik alles heb losgedraaid, heb uitgerekt in mijn lichaam, dan is het ook lekker om even zelfmassage te doen, zodat je de energie, de chi, versterkt. Doe maar met me mee. Je slaat de handen in elkaar en je wrijft even goed. En je wast de handen, inclusief de polsen, zodat je handen niet meer koud zijn, vingers ook niet. En dan ga je met de palmen van je handen ga je cirkels maken, overal op je gezicht. Alsof je het wast of alsof je iets inmasseert. Dus goed cirkelen, puntje van je neus, wangen, kaken, alles. Als je dat gedaan hebt, leg je één hand op je kruin en de andere hand erbovenop met de palmen. En draai je cirkels. De bovenste hand draait de cirkel. En de onderste hand geeft dat door aan de kruin. En daarmee open je je kruin. Dan plaats je één palm hier op je borst. Eén palm net onder de zonnevlecht. En maak je weer cirkels. Dan wissel je de handen. Dan wisselen vanzelf ook de richtingen van de cirkels. Dan zet je één hand boven je navel en één eronder en weer twee cirkels maken. En wisselen. En vervolgens zet je je rechterhand bij je linkerschouder, dan zet je je linkerhand bovenop en strijk je naar je rechterheup en weer terug. Dus je maakt een schuine beweging over je romp. Dan doe je het andersom. Links bij je rechterschouder, rechterhand erbovenop en ga je naar je linkerheup. Strijk op en neer. Zet dan je handen. Buig je rug. Zet dan je handen. De binnenkant van je benen. En als je je rug oprolt, komen je handen langs de binnenkant van je benen omhoog. En ga langs de achterkant of de zijkant van de benen weer naar beneden. Maak dan cirkels met beide handpalmen over je knieschijven. En strijken je knieholtes op en neer.
Dan je armen. Vanaf je vingers langs de buitenkant omhoog naar je schouder en de binnenkant weer naar beneden. Strijk een aantal keer. En dat doe je ook met de andere kant. Begin bij de vingers, ga naar de schouder en dan langs de binnenkant van je arm weer naar beneden. Ga dan zitten. Pak je ene voet, leg die over je andere been. En als je schoenen aan hebt die wat stugger zijn, doe je ze uit. Ik kan dat door deze soepele schoentjes heen doen. En trek even aan al je tenen. Niet te hard. Maar net zo dat het een behagelijk gevoel geeft. En wrijf dan stevig over je wreef. En dan gaat de chi van circuleren. Doe dat een flink aantal keren. En dan de andere voet weer even aan de tenen trekken. En weer stevig over de wreef strijken. En doe je weer een flink aantal keren. Zodat het chi gaat circuleren. Misschien kun je het ook al voelen in je voet. Dan sta je weer op. En leg je handen aan weerszijden van je danchen, je buik. En maak je cirkels. En langzaam cirkel je naar achter toe. En cirkel je ook de achterkant van je danchen. Het gebied van je nieren en weer naar voren. Dit kun je zo vaak herhalen als je maar wil. En sluit je af door je handen over elkaar, de palmen op je danchen te leggen, even de ogen te sluiten. En na te voelen in je lichaam.